Regio TV. Met 24 uur per dag programma's voor u. Regio TV is daar waar het nieuws is. Na het dodelijk ongeval op de A15 op donderdag 14 januari, waarbij een 56-jarige vrachtwagenchauffeur om het leven kwam, is de roep om verbreding van de A15 weer toegenomen. Regio TV is daar waar het nieuws is. Een hele mooie bekroning op onze werkzaamheden. Niet alleen voor ons natuurlijk, maar voor het hele team. Want ja, we verzorgen dit uiteraard met z'n allen. De ontzettende hoeveelheid kleding, speelgoed en mensen die hier werkzaam zijn. Onder indruk van al die vrijwilligers, ik begreep een mannen, 50 zo'n beetje, die hier belangeloos één of meerdere dagen werken. Ook mensen met afstand van de arbeidsmarkt die hier werkzaam zijn. Dus het is een fantastisch project wat ik nu ontdek dat in mijn gemeente draait en aanwezig is. Ik ben een beetje overdonderd door wat ik hier zie. Regio TV is daar waar het nieuws is. Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft vandaag een mooi werkbezoek gebracht aan de regio Rivierenland. Regio TV doet verslag van evenementen. De kinderen van Opheusden vragen: waarom staan die stenen daar eigenlijk? Dat monument bij het gemeentehuis. Als de kinderen vragen: waarom staan wij elk jaar weer 2 minuten stil bij elkaar om terug te denken aan het verleden? Regio TV doet verslag van evenementen. Elke Corso Club heeft zo zijn eigen sfeer. Zo waren we ook op bezoek bij de Corso Club van Echtold. Ik sta bij Corrie, de enthousiaste voorzitter van de Corso Club in Echtold. Corrie, vertel eens iets over het ontwerp, de Zeppelin. Hoe lang doet u dit al? Jaren. De eerste keer niet. Toen de eerste wagen gemaakt is, deed ik het niet mee. En 57 jaar geleden, dus dan deed je niet mee. Nee, en de rest wel. Regio TV, met aandacht voor cultuur. Praten over muziek is leuk, maar kijken en luisteren is nog leuker. Dit is voor de misfits die je her en der ziet staan. Regio TV met sport. Hans Kraaij, je moet er vreselijk de pest in hebben. Ja, we hebben niet alleen de pest in. We zijn boos, teleurgesteld. En teleurgesteld is erger dan boos. We zijn vooral heel erg teleurgesteld. Regio TV met geschiedenis. Er is nog iets leuks te zien bij deze kerk in Dodewaard. Als we rondom de kerktoren lopen, naar achteren toe, aan de kant van de begraafplaats. En we kijken dan ongeveer op de hoogte van 2 meter. Dan zien we een rode steen zitten en een klein bakje. Wat is dat nou, zult u zeggen? Nou, de reformatie heeft u allemaal vast wel van gehoord. Hè? Als de protestanten het van de Rooms-Katholieken overnemen. Dat kon gewelddadig gaan, via beeldenstormen, maar kon ook op een wat minder gewelddadige manier. In de 16e eeuw heeft men hier een venster dichtgemetseld. En toen heeft men de altaartafel, dat is die rode steen, gebruikt. En het wijwaterbakje ook, om het venster dicht te maken. En dat kun je hier dus aan de achterkant van die toren in Dodewaard prachtig zien. Regio TV informeert. Welkom bij het Digitaal Journaal. In deze aflevering willen we laaggeletterdheid onder de aandacht brengen en wat we er met z'n allen aan kunnen doen. In deze aflevering komt Wim van Baal, voorzitter van Betuwe in Zaken, aan het woord. Er is ook aandacht voor het belang van het taalakkoord en de positieve mogelijkheden op het gebied van taaltraining. Maar ook de liedjeskast en onze leerlingen van de Gravin van Rechteren School ontbreken niet. Ik was op bezoek in het ziekenhuis Rivierenland. Een van onze partners binnen Betuwe Zaken. En die sprak door Binzo Wiebenga. En deze Binzo gaf mij toen al aan dat we in de meest ongezonde regio van Nederland wonen en werken en vertoeven. Regio TV brengt politiek dichter bij de kijker. Dus je hebt volgens mij een nieuwe partij nodig, dat is heel belangrijk, die constructieve alternatieven formuleert. Maar die wel heel duidelijk ook zegt waar het nu niet goed gaat. En dat is wat je natuurlijk bij de gevestigde partijen niet ziet, omdat die nu al aan het voorsorteren zijn op een nieuwe coalitie. Nou, met alle respect, hè, op dit moment zijn er al heel veel partijen. Die van jou, die komt daarbij. Hoe ga je het verschil maken dan? Regio TV, ook in Neder-Betuwe, lekker dichtbij.